Dat is natuurlijk heel pijnlijk dat zeg ja. maar oud-turnsters en turnsters decennia lang signalen afgeven, naar buiten treden, getuigenissen neerleggen, niemand luistert, iedereen wuift het weg, stormpje, mm-hmm. wakkert even aan, gaat weer even hard liggen. En dan verdorie die trainer, die zeg maar voor sommigen letterlijk de tiran was, die bepaalt eigenlijk dat het een dossier wordt. Wat is de invloed van een trauma, een sporttrauma, op veel turnsters? En moeten we überhaupt niet op een andere manier kijken naar topsport? Daar gaan we het vandaag over hebben. Welkom allemaal in de Bali. Mijn naam is Rogaya Sek, ik ben programmamaker. Ik ga vanavond dus in gesprek met belangrijke spelers uit dit of van dit turndossier. En deze avond is georganiseerd naar aanleiding van de documentaire Mist. Van documentairemaker Sophie Kalker, geproduceerd door Halsassa Producties en BNNVARA. En ook naar een idee van de twee dames die al naast mij zitten, Stephanie Tijmers en Danila Koster, oud-turnsters. Jij speelt met name een hoofdrol in de documentaire en jij bent ook te zien in de docu. En ik wil eigenlijk beginnen door de trailer te laten zien van deze documentaire Mist. Als ik zie wat voor gevolgen het topsportleven voor mij is geweest, is dat heel veel. Ja, er zijn veel gevolgen. En kan je een gevolg noemen? Laat ik beginnen met dat ik op mijn 16e, bijna 17e, ben gestopt met turnen. Is eigenlijk best wel jong als ik erover terugdenk. En dat ik denk iets van 5 jaar later de een of andere manier niet meer kon functioneren. En ik wist zelf ook niet wat er aan de hand was. En dat maakte me ook best wel angstig. En ik was heel erg veel aan het huilen. En paniekaanvallen, ook best wel boos. Ik was echt woedend of zo, mm-hmm. op een bepaalde manier. En dat ik dus niet wist waar het vandaan kwam, dat maakte me dan nog meer in de war of zo. Wat deed je op dat moment in je leven? Ging je naar school of was je aan het werk? Nou, inderdaad. Ik was op dat moment begonnen met mijn studie. En ik merkte dat, nu achteraf gezien, dat denk ik wel ook een hele grote trigger voor me was. Omdat ik toen weer in een bepaald systeem terecht kwam. En toetsen moest maken. En ik studeerde fysiotherapie. Dus ik moest ook nog echt, zeg maar, iemand ging naar me kijken als ik iets aan het doen was. Dat vond ik echt mega spannend. En ja, raakte ik echt doorgeblokkeerd. Plus dat mensen zeiden dat ik iets moest gaan doen. En dat vond ik echt super moeilijk. Ja, dat was denk ik wel in eerste instantie de eerste trigger, waardoor ik echt niet meer kon functioneren daarna. Ja. En op welk moment kwam je erachter dat lag aan dat turnverleden? Toen ik bij een psycholoog terechtkwam. En, of tenminste, daar ging ik naar op zoek. En er was iemand die goed naar me kon luisteren. En hij heeft mij in ieder geval duidelijk gemaakt, en ik heb daarna nog een aantal therapeuten gehad, wat de verbanden zijn met het turnverleden en hoe ik nu dan op dingen reageer. Ja. En hoe was dat voor jou? Wanneer ik erachter kwam? Ja. Ik ben eerst eigenlijk gewoon doorgegaan met school en studie. Ik ben toen ik 18 was gestopt. En eigenlijk bij mij zag het er wel iets anders uit. Ik toonde eigenlijk helemaal niks. Dus geen gevoel, eigenlijk heel depressief, heel erg wazig, zo noem ik het vaak, heel erg teruggetrokken. En op een gegeven moment studeerde ik hier in Amsterdam social work. En ik had een minor en dat was een minor kindermishandeling. En toen las ik de gedragingen die een pleger dan dus doet en ook de symptomen die daarbij horen. En toen dacht ik, nou, ik kon het hele rijtje eigenlijk gewoon opnoemen van, hey, dit heb ik meegemaakt als kind. En ik heb nu ook eigenlijk de symptomen zoals, ik had ook eetproblematiek, depressie. En vooral wat het lastigste was, is dus die dissociaties die echt voortkomen uit constant onveiligheid. En dat je lichaam daarop reageert in een soort van overlevingsmodus. Mm-hmm. En dat deed ik ook dus in het dagelijks leven nog steeds. Dus alles, al was er maar een beetje stress, dan
reageerde ik mijn lichaam dus eigenlijk daar zo op. Ja, en wat is een dissociatie voor de mensen die niet... Ja, eigenlijk dat je jezelf loskoppelt van de situatie. Dus je zweeft eigenlijk, ja. Ja, het voelt een beetje alsof... voel het namelijk zelf ook heel erg. En dat denk ik dat je dat ook wel heel goed terugziet in de documentaire. Ja, gaan we ook later een stukje van zien. Oh, ja. Het voelt voor mij een beetje alsof ik echt achter in mijn hoofd zit. Dat ik niet meer hier, en hier ben. En ik zie daarbij ook best wel wazig. En ik weet ook nog wel dat ik dat helemaal niet wist van mezelf. En dat ik dus echt op de scène ging om te kijken of er iets mis was met mijn ogen. Maar er was helemaal niks aan de hand. Dus toen dacht ik, ja, wat is het dan? Want ik kon het ook wel echt zien of zo. Als ik mijn best deed, dan was ik niet dat ik niet kon lezen of zo. Als het ver weg was. Mm-hmm. Maar goed, later... Was het ook al meteen de vraag die je toen stelde? Ja. Wat is het dan? Of dacht je ervan, oh, nou, niks met mijn ogen aan de hand. Dan ga ik maar weer verder nee. met mijn leven. Ja, nee, ik dacht wel meteen van, wat is het dan? Want ik vind wel dat ik wazig zie. Ik zie het gewoon niet goed. Ja, en dat bleek dus die dissociatie te zijn. Ja, ook met heftige emoties. Dus een overlijden van een dierbare. Ik reageerde daar gewoon niet op. Terwijl ik ergens wel voelde, vond ik het heel erg. Alleen, ik schakelde mezelf gewoon uit. Want dat gevoel kon ik niet handelen. Dus dan... Ja. Was er gewoon niks. Ja, dat... ja. Ja, het is ook, tenminste, ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik voel het nu ook best wel erg. Want bij mij komt het heel erg op als ik vermoeid ben. Of als ik bepaalde spanning voel. Het stressniveau wordt hoger, dan wordt het erger. Dus nu eigenlijk ook. Ja. Ik moet nu wel echt mijn best doen om hier te blijven. Omdat ik niet een soort van wegga van het bewustzijn. En hoe zijn die afgelopen 2 jaar dan voor jullie geweest... waarin er zoveel naar boven is gekomen vanuit de turnwereld? Ja, intens. Ja, het was echt heel heftig. Ja, het is natuurlijk ook wel mede door ons, tenminste de groep turnsters... die hebben dat natuurlijk ook... en Marco Knippen natuurlijk. Ja? Want hoe begon dat? Hoe begon het moment dat je dacht... ik ga naar buiten treden met dit verhaal? Ja, nou... We waren eigenlijk, ja, volgens mij waren we een weekend weg. En eigenlijk hadden we het er gewoon al over. En voor mij, ik had het al een keer eerder... was ik al naar buiten gekomen met mijn verhaal... en daar werd eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Dus voor mij was het niet per se nodig. Maar voor anderen... ik voelde me wel gesterkt door het collectief. Van, toch nog een keer. Ik weet niet. Maar hoe kwam je dan tot zo'n collectief? Hoe kwam je bij elkaar? Nou, het was vooral eerst ook natuurlijk anoniem. En dat is natuurlijk dan toch iets makkelijker om naar buiten te treden. Ja, dat is natuurlijk wel het werk van Marco. Ja, Marco. Ja, hoe ging dat? Kan je dat vertellen? Hoe dat we bij elkaar kwamen? En... We werden benaderd door Marco Knippen. En die vertelde wat hij nog meer hoorde. En dat dit niet één meisje of één turnster was die met het verhaal kwam eigenlijk. En de bekentenis van Gerrit Beltman natuurlijk. Die heeft wel de... Nou ja, eigenlijk was het ook wel... We hebben natuurlijk best wel veel al geprobeerd. Er zijn meiden geweest die hebben in het verleden in de media bijvoorbeeld zich uitgesproken. En er zijn meiden geweest die hebben intern bijvoorbeeld bij de Turnbond al hun verhaal gedaan. En gezegd van jongens, ga eens opletten, doe er wat mee, dit kan niet zo. En er werd gewoon niet naar geluisterd. Tenminste, ja, we werden aangehoord. Maar goed, er werd in onze ogen eigenlijk niks mee gedaan. Dus we wilden gewoon impact maken. En dat is ook de aanleiding geweest van de documentaire. Dat we dachten, ja, we moeten gewoon dan maar de impact gaan laten zien. Mm-hmm. Wat het allemaal met je doet. En misschien moeten we Marco Knippen dan naar voren vragen... om ook te vertellen vanuit zijn kant. Onderzoeksjournalist en heeft de misstanden in de turnwereld aan de kaak gesteld. Een applausje mag ook wel. Welkom en hoe ben jij betrokken geraakt bij dit dossier? Nou, ik volgde Turn al vrij lang. Daar kende ik eigenlijk ook Daniela en Stephanie van vroeger. Zeg maar hun actieve jaren. Dat waren wel de jaren waarin al dingen opvielen en waar je het er wel eens over had. Maar inderdaad, er zat altijd ontkenning en bagatellisatie. En toen kwam natuurlijk in coronatijd kwam die documentaire Athlete A op Netflix. Velen zagen dat. Je merkte ook dat er in de turnwereld over gesproken werd. En toen kwam ik toevallig in contact met iemand waar ik zei van... dit zou eens een keer het moment moeten zijn dat een coach of trainer... zijn of haar verantwoording wil nemen... en gewoon eens een keer wil schetsen wat er gebeurd is. Mm-hmm. En toen zei diegene tegen mij... nou, ik sta toevallig in contact met iemand... waarvan ik denk dat hij mogelijk naar buiten wil. Ik wist toen nog niet dat het Gerrit Beltman was.
ik zei wel van het moet een gerenommeerd iemand zijn, want ik denk dat een clubcoach die verder onbekend is, dat gaat het verschil niet maken, hoe pijnlijk dat ook is. Ik sta er voor open als er iemand is die echt in dat wereldje diep heeft gezeten. Sta ik er voor open om in contact te gaan en dan kijken we wel wat dat uitkomt. En toen hoorde ik uiteraard dat diegene wilde, maar dat het ook Gerrit Beltman was. Toen wist ik, ja, dat is eigenlijk de trainer die voor velen synoniem staat aan wat er gebeurd is in de afgelopen decennia. En toen heb ik hem benaderd, één gesprek gevoerd waarin ik heel duidelijk heb gevraagd, wat is je reden dat je naar buiten wil? En wat was het antwoord voor hem daarop? Nou, in dat opzicht zei hij van, ik wil mijn verantwoordelijkheid pakken. Dat kon ik niet helemaal natuurlijk tot nu kan ik dat niet helemaal inschatten wat erachter zat. Ik denk dat het niet helemaal volledig oprecht is geweest, maar Allah. Maar toen zei ik wel van, de spelregel is wel dat ik wil dat je met de billen bloot gaat in die zin en mij niet misbruikt om zeg maar ja, voor jezelf een schoon geweten te krijgen of misschien met een andere betekenis je straatje schoon te vegen. Ik kan tot het einde kan ik uitstappen en andersom geef ik jou die ruimte ook. Als het niet goed voelt, dan kan je ook uitstappen. En toen hebben we nog twee gesprekken gevoerd en hij trok zich niet terug en dat leidde uiteindelijk tot de publicatie zoals hij gebracht is. En daar zit natuurlijk een heel pijnlijk element aan, want hij sprak natuurlijk over een aantal auteursters die vervolgens de 10 getuigenissen, die behoorden tot die 10 getuigenissen die op diezelfde dag naar buiten traden, want ik wilde meteen dat totaalplaatje schetsen. En ergens had hij weer de regie over natuurlijk destijds jonge meiden, nu vrouwen. En bepaalde hij weer zeg maar wat het ging doen. En dat is eigenlijk welke manier bepaalde hij dat? Nou, de ophef die ontstond kwam omdat hij het breekijzer was. En dat is natuurlijk heel pijnlijk. Dat zeg maar oud-turnsters en turnsters decennia lang signalen afgeven, naar buiten treden, getuigenissen neerleggen. Niemand luistert, iedereen wuift het weg, stormpje, wakkert even aan, gaat weer even hard liggen. En dan verdorie, die trainer, die zeg maar voor sommigen letterlijk de tiran was, die bepaalt eigenlijk dat het een dossier wordt. Ja, heb jij dat ook zo ervaren als pijnlijk? Ja, zeker wel. Dat het op dat moment opeens wel werd opgepakt en geloofd, zeg maar. Ik had altijd het gevoel dat het niet. We werden altijd een beetje afgeserveerd. En zeker toen opeens iedereen dook erop. Het was opeens waar. En dat ik echt dacht, huh? Hoe ja. Kun je dat nog herinneren dat je naar de televisie keek of en hem zag spreken? Ja, dat heb ik nog wel voor me, ja. Ja. Ik weet, de grootste impact voor mij was eigenlijk alle reacties die we kregen. Want volgens mij dezelfde dag gingen we ook al door weer met de volgende stukken schrijven. En dan waren we niet meer anoniem, zeg maar. Dus ja, het was echt intens wat daar allemaal op afkwam. Ja, ik had van tevoren wel aangegeven naar hun toe van ik wil dat we anoniem gaan en niet omdat ik zeg maar die anonimiteit belangrijk vind in de zin van dat als jullie naar buiten willen treden, krijg je alle ruimte. Maar op het moment, daar vreesde ik voor dat als zeg maar meteen de teamnamen op straat hadden gelegen, dan was het om 2 of 3 coaches gegaan. En dan hadden we weer discussie gehad dat de rest van de wereld zou zeggen, ja, maar van hen wisten we het. En voor de rest, het is geen patroon, het is geen cultuur. Dus ik wilde eerst dat patroon en die cultuur heel duidelijk maken. En duidelijk maken dat het 5 generaties betrof, die 10 turnsters. Tot een turnster die een half jaar ervoor of een jaar ervoor gestopt was. Ik wist dat het veel ging doen, dat breekijzer Beltman. En toen zei ik, als je nu naar buiten wilt treden, omdat je je in dat publieke debat wil mengen. Vlak voor publicatie hadden we het daarover. Ik zeg dan moeten we eigenlijk meteen de dag van de ophef moeten we gebruiken om naar buiten te treden en uit te leggen waarom je nu zeg maar je anonimiteit opheft. Nou, dat hebben Stephanie en Loes op dat moment gedaan door met de hashtag ik ben een van hen en dossier teurmisbruik werd geboren en daar sloten anderen zich bij aan. En wat zeer opvallend was, dezelfde dag, diezelfde zaterdag, gingen ook Belgische turnsters naar buiten. Maar die ook met toeval? Nou, dat was niet toeval, want die hadden ook met Beltman te maken gehad. Maar ik had niet verwacht, dat is het enige element geweest wat ik niet had ingeschat. Dat het in België datzelfde weekend eigenlijk ook losging.
En daarna was het gewoon puzzelstukjes gaan leggen. Want ik had wel beloofd aan de voorkant. Ik zeg, als we het nu doen, of tenminste als ik het nu oppak, dan wil ik het ook het hele systeem ontrafelen. Want als het nu niet wordt, wordt het nooit. Mm-hmm. En dat gun ik jullie niet, want alle wonden worden opengereten. Nu wil ik ook stukje voor stukje die hele systematiek blootleggen. Ja, en hoe kan het dan dat pas het moment was? Want er zijn al zoveel mensen die daarvoor naar buiten zijn gekomen. Ook rond 2009 en 2011. Waarom zorgde dat niet voor die ophef? Die ene trainer. Die ene trainer die in 2013, toen Simone Heitinga en Stasja Keuler een boek over hem, mede over hem schreven, of vooral over hem, maar anderen, zaten ook in dat boek verpakt, ook nog ontkende en ook nog bagatelliseerde en op dat moment in het buitenland zat en niet zijn verantwoording pakte. En dat nu wel deed. En het enige pijnlijke vond ik wel dat op de dag van publicatie in de krant gaf hij ook een interview aan de NOS. Daar trok hij zijn keutel half in. Ja. Waardoor eigenlijk de reactie weer volgde, ja, hoe oprecht ben je? Ja, dat was zonde in die zin. Waarin hij dat mishandeling eigenlijk een te groot woord vond? Nou, hij had het over een vaderlijke tik. Ja. En dat werd gepareerd door Turnsters. Die zeiden, ja, als die dagelijks werd uitgedeeld, klopt het. Maar het zou volgens hem tot één vaderlijke tik beperkt zijn gebleven. En al die schetsen en al die getuigenissen en alles wat ik door die jaren alle heen had meegekregen, klopte dat beeld niet. En dat maakt dat je tot op de dag van vandaag niet helemaal kan zeggen hoe oprecht was het. Ja, en we hadden natuurlijk ook over dat spoor trauma. Wat doet dat met dat trauma op dat moment dat je naar buiten treedt en dat je zoveel reacties krijgt? Of het echt traumatiserend werkt? Nee, eigenlijk die verschijnselen van dat trauma. Op dat moment? Ja. Ik weet niet of ik dat echt zo... Ik vond het ergens... Aan de ene kant vond ik het heel verdrietig, omdat we natuurlijk erachter kwamen. Ergens wisten we het wel van elkaar. Maar toen was het natuurlijk dat we dachten, oh wow, dat zijn echt zoveel vrouwen en meiden die, ja, echt heel veel last hebben van het turnverleden. Zo erg dat je gewoon niet normaal kan functioneren in je dagelijkse dingen die je doet. Dus werken, studeren of gewoon überhaupt leven. Ja. Een beetje, klinkt wel heel heftig, maar het is wel echt zo. En aan de andere kant voelde ik me in ieder geval ook wel ergens versterkt of zo. Door dat ik dacht van, ja, ik ben niet alleen en ik ben ook niet gek. Want ik dacht soms ook van, ja, ligt het nou aan mij? Want dat is ook wat we natuurlijk hebben geleerd. Wij waren altijd degene die het altijd deden en... De trainer die maakte ons natuurlijk altijd belachelijk. En het was onze schuld als er iets niet goed ging. Of trouwens, als het wel goed ging, was het ook niet goed. Maar ja, dus ik dacht van, ja, ik ben ook niet gek dat het zo breed is en zo groot. Ja, dat is een beetje dubbel eigenlijk. Ja. Had jij daarvoor al door dat het echt zo systematisch was? Ja, zeker. Ja. Ik ben daarna ook zelf nog als coach in de turnwereld aan de slag gegaan. Dus daar zag ik het. Ja, zag ik wat het waren de dingen die je daar zag? Ja, misschien is dat voor een volgende. Nee. Nou, nee, sowieso het systeem wat dat trainers gewoon macht hadden, dat was er nog steeds. En dat je eigenlijk, ik had mijn mond natuurlijk ook open gedaan al eerder. Dus ik merkte ook dat me niet echt in dank werd afgenomen. Mm-hmm. Maar wat ik dus merkte toen het naar buiten kwam, ja, is bij mij dat het vooral heel erg. Die traumareactie opriep. Dus ik kreeg echt heel veel stress en paniek. En mijn hele lichaam ging alleen maar op alert en aan. Dus ik heb volgens mij echt een paar dagen gewoon niet kunnen slapen, omdat mijn lichaam gewoon alleen maar aan stond. Dus ja, dat... Ja, dat is wel ook herkenbaar. Wel, ja. Ja, ja. En voor de... we zijn dan nu 2 jaar later. Gaat het dan zeg maar wel in een stijgende lijn de goede kant op? Met het oplossen van dat trauma? Ja, nou ja, ik heb daarvoor best wel intensieve traumatherapie gehad. Dus dat was eigenlijk net daarvoor en toen kwam alles. Dus ik had wel het idee dat het een soort van net goed getimed. En ik merk nu zeker eigenlijk wel door de erkenning, al vind ik het ook nog steeds moeilijk om het echt te zeggen van, dit is er gebeurd. Want ergens denk ik nog steeds van, het was normaal of het hoorde erbij. Alleen als ik dan met mensen erover praat, dan schrikken ze of dan denken ze, huh? Dus dat stukje erkenning heeft heel veel geholpen aan uiteindelijk mijn herstel. En ik zit nu ook in een omgeving waar ik niks meer met turnen te maken heb. En dan kom ik gewoon mensen tegen en volwassenen die gewoon
aardig zijn. En dat is voor mij gewoon echt een hele nieuwe ervaring. Dat mensen aardig zijn en dat... Ja, dat helpt heel, veel, heel goed. Ja, ik wil graag een fragment laten zien uit de documentaire Miss. Dus waarin jullie met verschillende turnsters in gesprek gaan. En we gaan vanavond dus over verschillende dingen in gesprek. Wat vind jij dat belangrijk is dat aan bod gaat komen? Het trauma. Ik denk dat er inderdaad al heel veel is gezegd over wat er allemaal is gebeurd. En het trauma, dat mag echt nog wel wat verduidelijkt worden. Omdat ik merk heel erg dat het niet echt begrepen wordt. Het is ook niet tastbaar natuurlijk. Dus, mm-hmm. En je kunt je ook misschien voorstellen dat als wij binnenkomen, dat we, ja, dat hebben we ook geleerd. Hele, ja, we komen vrolijk binnen, we zien er verzorgd uit, denk ik, hoop ik. Maar zeker. Maar goed, er wordt niet echt gezien wat daar dan achter schuil gaat en hoe je dan eigenlijk voelt. Of dat je dan, als je heel gestrest bent, naar de wc rent omdat je denkt, oh, even ontladen of zo. Dus dat mag voor mij echt verduidelijkt worden voor de mensen die daar misschien iets minder mee te maken hebben. Ik denk ook dat het in de film echt heel goed naar voren kwam. Ja. Dus dat heel erg bedankt ook daarvoor dat je eigenlijk een inkijk hebt gegeven in dat proces. Ja, ik merkte ook wel dat de reacties die ik kreeg vanuit na de docu, dat die op tv was geweest, dat niet alleen auteursters mij een berichtje stuurden, maar ook andere mensen die met een trauma rondlopen en met dezelfde klachten leven, dat die ook kwamen. En die waren het misschien niet eens echt een sporter geweest. Die hebben dat ergens opgelopen. En dat verbaasde me niet, maar was natuurlijk wel heel mooi om te ervaren. Ja. Ja. En wat vind jij belangrijk dat aan bod komt vandaag? Ja, ik sluit me sowieso helemaal bij Stephanie aan. En de impact wat het heeft op iemands persoonlijkheid als je dit meemaakt. En dat je daar nog elke dag eigenlijk mee moet dealen, struggelen. Dat... Ik denk dat mensen niet goed kunnen invoelen hoe dat is. En hoe dat ook is voor je omgeving. En dus ik vind het belangrijk dat dat ook aan bod komt. Ja, en Marco, want eigenlijk het laatste gesprek zou ook gaan over verantwoordelijkheden. Maar misschien alvast eventjes vooruitblikkend. Wat zijn de plekken waar aan gesleuteld zou moeten worden? Nou, in zijn algemeenheid kan je denk ik zeggen dat voor auteurs die lang niet gehoord zijn en nu wel de erkenning hebben gehad, bij hun nu het gevoel begint te ontstaan, oké, er ligt erkenning, we zijn gehoord. En we gaan over tot de orde van de dag. Dat is wat de buitenwereld heel graag wil. Maar er ligt nog zoveel verscholen leed achter. En je kan niet zeg maar beginnen aan een nieuw tijdperk als je geen afscheid neemt van een oude puinzooi. Zo moet je het omschrijven. En te meer omdat een deel van de coaches die hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen, ik bedoel, daar zullen we het misschien later over hebben, nog altijd beeldbepalende coaches zijn in die zaal. En je kan niet verlangen van een sport waarin de oude garde nog ergens de lakens uitdeelt. En dan wil ik ze wel bij naam noemen, hoor. Ja. Louter, die nog voor moet komen bij het instituut Sportrechtspraak, waar Stephanie veel mee te maken heeft gehad. Vincent Wevers en Danila. Vincent Wevers, die op geen enkele manier, vind ik zelf, reflectie heeft getoond. Sterker nog, nu zijn commercieel team begint, terwijl de tuchtprocedure nog loopt. Mm-hmm. Dan denk ik van er ligt gewoon een brede opdracht voor het sportveld, maar ook voor de politiek, om nu heel duidelijk te maken, het zijn niet de coaches die spelregels bepalen, maar het is gewoon de politiek volgens mij die moet instappen om de welzijnscriteria neer te leggen. En het is de bond die duidelijk moet maken, we slaan een nieuwe weg in, maar we hebben ook oog voor het verleden. En dat laatste wat ik zeg, dat wordt nog wel eens overgeslagen. Oké, nou als het wordt overgeslagen, jullie gaan zitten op de eerste rij en dan kom ik weer aan het einde van het gesprek bij jullie terug. En dan, als ik het dan overgeslagen heb, is het aan jullie ook om te zeggen dat dat gebeurd is. Heel erg bedankt. En dan wil ik nu naar voren vragen Marjan Olvers, hoogleraar sport en recht. En deed in opdracht van de politiek
van de politiek, ja, onderzoek. En dat resulteerde in een rapport Ongelijke Leggers. En doet nu ook onderzoek naar misbruik in dans, hockey en voetbal. Anouk Visser-Jong, oud-turnster, lid van de opvolgcommissie van Ongelijke Leggers. Welkom. En Karin de Bruin, sportpsycholoog en je begeleidt sporters met trauma en geeft trainingen grensoverschrijdend gedrag in de sport. Wereld. En Marjan, ik zou bij jou willen beginnen. Je hebt dus dat onderzoek geleid. Wat was voor jou toen de belangrijkste conclusie? Oei, ja. Hele lastige. Eerst even één correctie. We doen op dit moment onderzoek naar ongewenst gedrag in de hele danswereld. Ja. Maar we doen een cultuuronderzoek. En dat is wel belangrijk om te vermelden naar de hele topsportcultuur. En dat zit niet op ongewenst gedrag alleen. Mm-hmm. Want cultuur is breder dan dat. Ook de mooie kanten van topsport bekijken we. Dus dat even. Dus niet specifiek in hockey en voetbal? Nee, dat zijn sporten die allemaal aan bod gaan komen. Ja. Het is echt het grootste onderzoek ever, geloof ik. Ik denk wereldwijd in de sport. Maar naar de hele topsportcultuur, waar nu 4 bonden meedoen. 4 sporten, moet ik eerlijk zeggen, doen mee. En elke keer komen er sporten bij. En dan de genoemde sporten zullen zeker aan bod komen ook. Maar het belangrijkste is dus wat is het belangrijkste? Kijk, ik loop natuurlijk al heel erg lang wel rond in de sport. Ook ik heb natuurlijk de artikelen destijds in Helden gelezen. Het boek natuurlijk was bekend eigenlijk al. En toch toen we begonnen ben ik ontzettend geschrokken van de aard en omvang, de aard van het gedrag, maar ook wat voor impact het heeft gehad. We hebben altijd in de sport, waren we op dat moment bezig voornamelijk ons te richten op het uitbannen van seksueel ongewenst gedrag. En ineens kwam er een keerzijde in die sport en ik krijg er nu nog kippenvel van. En dat hoor je hier ook, hè? Ontzettend sterke, mooie vrouwen die vertellen wat ze is aangedaan. En wat ontzettend vind ik gewoon, dat psychische mishandeling, dat gedeelte, waar een gedeelte van de topsport mee te maken heeft gehad. En de impact die dat heeft op de levens van deze prachtig mooie jonge vrouwen, die zo determined zijn aan de sport geweest. Dat heeft me enorm geraakt en raakt me tot op de dag van vandaag nog. Ja, en wat heeft je dan het meest geraakt? Vooral de impact die het heeft gehad op hun hele zijn. Dat hun hele, maar goed, daar weet Karin veel meer van als psychologe. Dat ze nooit een normale identiteit hebben kunnen ontwikkelen. Als kind niet, een normale leven hebben ervaren. Maar dat absurde wat ze meemaakten eigenlijk als normaal zijn gaan beschouwen. Met tot op de dag van vandaag zeer ernstige gevolgen. Ja, en je zei bij de publicatie van het rapport dat vernederingen, isolatie, scheldpartijen, dat het allemaal nadrukkelijk niet bij topsport hoort. Ja. Was dat voor jou eigenlijk altijd al duidelijk? Ja, dat was wel duidelijk. Maar toen Marjan dat uitsprak, toen voelde dat wel echt als een bevestiging. En ook eigenlijk meteen als een erkenning van nou wordt het eindelijk uitgesproken dat het inderdaad niet normaal was en is. Ik heb het zelf wel als sporter al gezien dat het niet klopte. En ik zag wel wat er gebeurde. Dat was niet bij iedereen zo. Dus als je er later achter komt. Dat was niet bij iedereen zo? Nou, dat je precies wist wat er dan fout was. Of dat het niet normaal was wat er gebeurde. Ik zag dat wel, maar in veel gevallen, maar ik kon er ook niks aan doen. Dus je stond ook machteloos. Je kon jezelf niet helpen. Ja, voor jezelf ging je gewoon in overlevingsstand en dacht je van ik kom er wel weer bovenop of overheen. Maar je zag ook dat het andere werd aangedaan en dat is heel moeilijk om mee om te gaan. En ook als je het aangaf bij volwassenen of bij je betrokkenen in de sport of mensen die in de turnhal waren en die deden daar niks mee, dat was echt heel erg. Ja, want je hebt verschillende keren aangegeven, ook met je ouders. Wat waren momenten dat jullie aangaven van dit gaat te ver? Eerst zeiden we eigenlijk helemaal niet zoveel. Want we waren altijd bang voor wat de trainer daarvan zou zeggen. Ja.
Maar op een gegeven moment kwam mijn moeder er wel achter, omdat ik met een turngenootje aan het praten was, achter in de auto. Mm. Dat ze dacht, wat? Wat zeg je? Heeft hij met een stoel gegooid? Oké, vertel maar wat nog meer. En toen heb ik maar een paar dingetjes gezegd. En toen is zij ook meteen gaan praten met de trainer. Maar kreeg ik het alleen maar zwaarder. En toen ging hij op een gegeven moment echt veel te ver. En toen heb ik het wel gezegd tegen moeder, want ik kon het zelf gewoon niet meer aan. Dat was veel te ver gaan als je al met stoelen bekogeld was, blijkbaar. Nou, dat is dus heel bizar, want ik weet eigenlijk niet meer wat er gebeurd is. Mm. Mm-hmm. Tot op de dag van vandaag niet. Ik kan het niet terughalen. Ik weet dat het iets was bij het onderdeelbrug. Ik weet niet meer wat hij heeft gedaan, maar ik heb het tegen moeder gezegd. Zij weet het ook niet meer. Maar ze heeft ons per direct, ja ons, ik zat daar samen met mijn zusje, die ook daar zitten. En ze hebben ons meteen weggehaald. En ze hebben dat ook besproken met het clubbestuur en met zelfs met de Turnbond. Ze waren echt al op de hoogte van wat zich afspeelde. Ja. Is dat iets wat vaker voorkomt, Karin de Bruin? Dat dan herinneringen ook niet meer terug te halen zijn? Ja, soms is de impact van wat je overkomen is zo heftig dat je alles doet om het uit te schakelen, om er niet meer getuige van te hoeven zijn. We hoorden het net al van Stephanie en Danila over dat je je bewustzijn kan blokken, dat je zicht vertroebelt. Ja. En dat is wat dissociatie doet. Dat je denken, je zijn, je identiteit, je geheugen, dat verbrokkelt eigenlijk. Normaal gesproken is dat allemaal met elkaar in contact en in balans. En ja, soms is de impact van bepaalde gebeurtenissen zo groot dat dat de enige manier is om overeind te blijven. Ja, misschien is het goed om dan ook nu naar het fragment te gaan van de therapie uit de SMIST, waarin we Stephanie zien die in therapie is. Ja, dat is een heftig fragment. Is het ook iets wat herkenbaar voor jou is als je dit zo ziet? Dit specifieke moment niet helemaal, maar het dissociëren is voor mij wel heel herkenbaar. Alleen bij mij uit het zich weer op een hele andere manier. Ze vertelde net al even wat het is. Ik zeg altijd van, ik stap gewoon uit mijn lichaam en ik laat mijn lichaam alles doen en ik voel niks. Maar daarmee ga ik eigenlijk alle grenzen over. En voor mijn eigen lichaam dan. En negeer ik eigenlijk alle signaaltjes die mijn lijf me geeft, waardoor ik vervolgens aan het hyperventileren ben, hartkloppingen heb, pijn heb, heel moe ben. En eigenlijk gewoon mijn lichaam helemaal kapot maak. Daar struggle ik nog elke dag mee. Wat Stephanie net al zei, het is niet zichtbaar. We zijn gewoon vrolijk en we doen alles. Je moet daar wel elke keer mee dealen. Ja. Eigenlijk het hele zenuwstelsel is overprikkeld. Het staat altijd in de hoogste alarmfase. Dus er hoeft echt maar een klein dingetje te gebeuren. En dat kan echt van alles zijn. Iemand die eventjes zijn stem verheft tegen je. Een geur die je associeert met de turnhal. Een liedje die je hoort, die in die tijd werd gedraaid of waar je een warming-up op hebt gedaan. En dan gebeurt dat gewoon heel snel met je. En hoe ga je daar dan mee om in je dagelijks leven? Ik heb altijd geleerd om alles te verbloemen. Dus dat doe ik nog steeds. En soms is dat echt heel zwaar, want het is wel heel eenzaam. Ja. Maar het is ook heel moeilijk om het te delen, vind ik. Want als ik, voor mezelf heb ik dan het gevoel dat ik eraan toegeef. Maar dan kan ik dus niet meer functioneren. En ik wil altijd door blijven gaan. En dat is natuurlijk niet altijd goed voor me. Je hebt het gevoel dat je eraan toegeeft als je het deelt. Ja. Ja, of dat ik dan zeg maar gas terugneem. En ik vind het ook moeilijk om te delen, omdat het heel moeilijk is uit te leggen wat het nou precies met je doet en ook hoe het voelt. Ik heb ook heel lang gedacht dat iedereen zich zo voelde, totdat ik erachter kwam dat het helemaal niet zo was. Wat was het moment dat je daarachter kwam? Eigenlijk nog heel recent. Ik ben fotograaf en ik fotografeer samen met mijn man bruiloften. Dan staan we echt 13 uur achter elkaar op onze benen. En ik heb dan aan het einde van de dag echt ontzettend veel pijn. Ik kan eigenlijk helemaal niet meer bewegen, maar kan ook niet ontspannen. Zoveel pijn heb ik.
En ik dacht dus eigenlijk dat mijn man dat ook altijd had. Dat hij ook, nou, dat hij dat in ieder geval dat gevoel wel in zijn benen zou hebben. Maar ik kwam erachter dat dat helemaal niet zo was. En toen dacht ik, oh. En toen zijn we erover gaan praten. En ja, hij weet bijvoorbeeld ook echt niet hoe dat voelt. Al zou hij zich nog zo goed willen inleven. En dat is dan ook weer de reden dat ik het vaak niet deel. Ja. Omdat de ander kan je ook niet helpen. Dus dan ben ik ook nog eens bezig met de ander te helpen. Ja, ja. Karin, wat zijn andere gevolgen van die mentaliteit in die turnwereld op turnsters? Ja, ik hoor een aantal dingen terug bij Anouk die ik heel herkenbaar vind. Ook bij andere turnsters en oud-turnsters die ik heb gesproken. En die iets vertellen over de impact van wat ze hebben meegemaakt. Het lijkt erop alsof de motto's die in dat turnen heel gewoon waren, altijd maar doorgaan. Grenzen bestaan niet, grenzen zijn er om te verleggen. No pain, no gain. Dat die zo verinnerlijkt zijn. Het is bijna alsof de stem van de trainer het geweten, het nieuwe geweten is geworden. En dat is eigenlijk ook wat ik een beetje bij jou terug hoor van, ja, dat is gewoon mijn innerlijke stem geworden. Dus een andere manier om daarnaar te kijken, een andere manier om je daarin te voelen, een andere copingstijl, is gewoon heel erg lastig om die je eigen te maken. Dat is uiteindelijk wel waar je in therapie met elkaar naar probeert toe te werken. Ja. Maar ja, dit is dat verinnerlijke van die motto's en dat strenge regime. Dat is wel iets wat ik heel veel terug hoor. Ja, en is er dan ook iets specifiek aan de turnwereld wat dat extra problematisch maakt? Ja, zeker. Als je gaat vergelijken bijvoorbeeld met andere sporten, is turnen een vroeg ontwikkelsport. Dus je ziet hier 7-jarige meisjes al op hele jonge leeftijd. Hè, dat is nu gelukkig ook wel weer aan het veranderen. Maar dat op hele jonge leeftijd vindt al selectie plaats voor de topsport. Dat betekent eigenlijk al dat als je, ik meisjes gesproken van 7 jaar, er wordt al eigenlijk de droom van de Olympische Spelen aan voorgehouden. Nou, dat waren nog allemaal vlindertjes die meer aan het dansen waren en aan het spelen waren dan überhaupt bezig met de Olympische Spelen. En dan moet je je voorstellen dat zo'n hal gesloten is. Het is geen buitensport bijvoorbeeld, hè, als voetbal, waar je lekker even in de buitenwereld een beetje balletje aan het trappen bent. Nee, het is in een gesloten hal, waar het over het algemeen ook nog stil was. Moet je voorstellen, ben je dus een klein meisje in een stille hal, omdat er wordt gezegd, het is een gevaarlijke sport ook. Hè. Anders dan bijvoorbeeld roeien of wat dan ook. Je maakt een salto op een brug, dan moet je je voorstellen, als ik dat me alleen al moet voorstellen, een salto maken op een brug als jong klein meisje, wat doet dat überhaupt met je? Dus je moet heel erg je trainer vertrouwen. Dan is het daarnaast ook nog een sport, een negatieve sport noem ik het maar even. Want je begint met een uitgangswaarde en er wordt afgetrokken. Dus als je je knotje anders zit, moet je punt aftrek, broekje tussen je billen aftrek. Dus je wordt continu beoordeeld door alles en iedereen. Door grote volwassen mensen word je beoordeeld de hele tijd door. Het is dus gevaarlijk, het is stil. Je gewicht speelt een rol, ook al op hele jonge leeftijd. Want dat is middelpunt vliegende kracht. En hoe zwaar ben je? Dus dat, ook dat al. Hè. Terwijl een 7-jarige is helemaal daar normaal gesproken niet mee bezig. Ook niet als je 12 bent. En al die factoren maken die sport, turnen, wel anders dan heel veel andere sporten. Waarbij je ook vroeg ontwikkelsport, dus je mag ook al jong naar die Olympische Spelen. Nou, met roeien kan je nog winnen als je 30 bent, maar dat lukt je echt niet met turnen. En als je dat dus allemaal optelt, maakt dat dus dat het een gevaarlijke sport is, waardoor zaken ontstaan, waardoor die kinderen dus niet die ontwikkeling hebben kunnen doormaken als normale kinderen. En waardoor dus ook een normale wereld zich binnen 4 muren afspeelt, waar bijna geen andere toeschouwers bij zijn. En wat mensen vaak niet zich kunnen voorstellen. Kijk, als er, dat werd ook veel tegen ons gezet, een keer schreeuwen is helemaal niet erg. Daar zijn deze meiden niet aan kapot gegaan. Zelfs een tik geven, ja, ook dat niet. Maar het is die continue angst dat die tik gaat komen. Die continue angst dat je beoordeeld wordt, die continue angst dat een ander misschien iets doet. Hè. Dus ze zagen ook dat de anderen bijvoorbeeld eruit gepikt werden. En dat dreigende is denk ik gewoon heel erg slecht voor de ontwikkeling van een kind geweest. Ja, is er een manier waarop het wel op een veilige manier kan, Karin?
Je bedoelt binnen de topsport? Ja, maar dan eerst even binnen de turnwereld. Ja, je hoopt natuurlijk dat ik ja zeg. ik vind het tot nu toe enorm ingewikkeld om daar ook maar enige voorbeelden of ervaringen van terug te zien. Er zijn in het buitenland wel pogingen gedaan om de cultuur te veranderen. Er is ook onderzoek naar gedaan. Hoe staan die trainers er dan nu in als zij andere cursussen, pedagogisch verantwoord trainen hebben gevolgd? En dan zie je dat er soms wel een kleine verandering tot stand komt. In dat er iets menselijker, iets meer taakgericht, procesmatig wordt getraind. Want jij geeft toch ook dat soort cursussen? Of heb ik dat fout? Ik leid vooral jonge vakgenoten op om de ogen te openen voor dit soort wantoestanden in de sport. Zodat wat voor vakgenoten zijn dat? Sportpsycholoog in opleiding, die zeker de afgelopen 20 jaar ook steeds meer wel voet aan de grond hebben gekregen binnen de sport. Ook in het turnen wel hebben gefunctioneerd. Maar wat mij betreft ook, ook hier hebben weggekeken. Want ook zij waren her en der in clubs wel aanwezig en hebben misstanden gezien, maar vonden het ook ingewikkeld om die aanhangig te maken. Zijn ook in hun inkomen soms afhankelijk van die clubs. Nou, zie dan ook maar je geweten te volgen en ten alle tijde je mond open te trekken. Maar wat is dan de conclusie voor het turnen? Nou, ik denk dat de opmerking die Marco maakte, dat die heel belangrijk is, dat je wat mij betreft echt gewoon schip zou moeten maken. Dat de mensen die hiervan beticht zijn, dat die wat mij betreft opzij zouden moeten stappen. En dat je met een nieuwe, jonge lichting opnieuw moet gaan bouwen. Het turnen is echt een drillsport. Er zitten zoveel elementen in. Marjan had het net over hoe jong turnsters al 30 uur in de week of meer moeten maken. De afhankelijkheidsrelaties die er ontstaan. Het hele fundament van een gewone ontwikkeling wordt je ontnomen, omdat je al zo lang of zo jong zoveel uren moet maken. Ja, ik denk dat dat echt een heel ander slag trainers vraagt. Die het kind centraal stellen, die niet het kind als object gebruiken om zelf successen te behalen. Maar dat daar dus echt een nieuwe generatie, de Danila's, die dan wel de ruimte krijgen om de nieuwe teneur te neer te zetten. Ja. Want nu kregen zij natuurlijk ook geen schijn van kans met deze mensen nog aan boord. Ja. En Anouk, wat denk je dat de verantwoordelijkheid is voor, nou ja, laat ik het anders stellen, zeg maar, waar denk je dat je op moet letten als ouder, als je kind op een topsport zit. Ja, ik wil eigenlijk eerst wel eventjes hierop inhaken. Want er wordt inderdaad heel erg gefocust op hoe de trainer omgaat met de pupil, zeg maar. Maar ik denk dat het eigenlijk dat al een stap te ver is. Ik denk dat we helemaal terug moeten naar de basis. En eerst dus moeten kijken wat hoort nou wel bij sport. Hè? Zoals Marjan al zei, het is heel duidelijk wat er niet bij hoort, maar wat hoort dan wel? Ja. En ik denk niet dat dat alleen aan trainers geleerd moet worden of experts rond zeg maar de sporter. Maar gewoon aan de maatschappij breed is dat. Er moet gewoon bewustwording komen in de maatschappij hoe het hoort. Wat hoort wel het dan? En wat hoort niet? Nou, bijvoorbeeld als je het al hebt over die afhankelijkheidsrelatie met een coach. En dat de kinderen zo jong zijn en dat het vroeg in de ontwikkeling dat daar al dingen gebeuren. Als je het bijvoorbeeld laat ik eerst zeggen. Stap 1 is gewoon dat iedereen weet dat een trainer, coach hoort op het sportveld of in de sporthal en niet in je privéleven. Als we daar met z'n allen van uitgaan en we gaan ook uit van de sporter, of het nou een kind is of een volwassene. Die sporter die wil zelf, als het goed is, bepaalde sportdoelen behalen. En daar heeft die sporter mensen bij nodig om die sportdoelen te behalen. Maar het moet eigenlijk altijd vanuit de sporter komen. Dus het is niet zo dat vanuit de sport bepaald gaat worden hoe die sporter moet gaan leven.
Maar die trainer of trainster, coach, die is er wel voor om te helpen met het bereiken van de sportdoelen. Maar dat is al ingewikkeld, kan ik me voorstellen. Nou, het is helemaal niet ingewikkeld. Nee? Want als je naar het. En je moet gewoon kijken waar de verantwoordelijkheden liggen. En trainer... Maar als de sportdoelen iets zijn waardoor je bijvoorbeeld. En dan zegt de coach van, als je dit doel wil behalen, dan moet je zoveel uur per week trainen. Dat is al een soort van half privé. Maar er wordt ook bemoeid met je sociale leven. Bij wijze van spreken hoe laat je naar bed moet. Er wordt bemoeid met voeding. Er worden korte lijntjes gehouden heel snel met pupillen. Als je dat vergelijkt met het onderwijs, daar zit veel meer afstand. Als we het over kinderen hebben, alle communicatie gaat via ouders. En dan ook nog met een bepaalde afstand via e-mail of via bepaalde systemen waar even een pushbericht gestuurd kan worden. In sport zie je gewoon heel vaak dat trainers of andere betrokkenen uit de sportclub, bestuurders of zo, die hebben gewoon het telefoonnummer van hele jonge kinderen. En dan heb ik het ook over 12, 13-jarigen. En dat lijkt dan onschuldig. Van ik stuur even een appje van we gaan daar verzamelen vandaag op dat veld. Of de training begint later. Ben je nog steeds online? Lig je niet al te slapen? Nou ja, de grens kan heel snel opgeschoven worden. Je kan zo heel snel controle uitoefenen op zo'n sporter. En dan gaan bemoeien met het leven. En dat die controle, dat is... En dan wordt het natuurlijk ook genormaliseerd. Hè? Dus als je ziet waardoor de turnsters ontdekten dat het niet normaal was, het was toen ze de wereld uitstapten. Dus belangrijk is dat zij zien dat er een andere wereld is. Dat de turnwereld, het is heel mooi, het kan heel mooi zijn topsport, dat je ontwikkelt, dat je je eigen doelen haalt, dat je ambitie hebt, dat je ergens naar streeft. Maar je moet wel continu ook wel kunnen blijven kijken en je ontwikkelen ook in iets anders. Hè? Als je nooit naar feestjes hebt gemogen, dat je niet op vakantie kon of al teruggeroepen werd door de coach, dan is er geen ander leven daarnaast en kun je daar ook niet op reflecteren. Ja. En belangrijk is, hè, want we focussen vaak op de trainer-coach. Dat zijn ook allemaal mensen die soms ook maar heel... En dat praat ik natuurlijk ongewenst gedrag niet goed. Maar het zijn wel mensen geweest die onder hele grote druk, zonder geld, eigenlijk die prestaties vooruit aan het stuwen waren om daarin ook weer mogelijkheden voor inkomen te krijgen. Wat ik daarmee wil zeggen is, het zijn cirkels van verantwoordelijkheid. De ouders die niet werden toegelaten in de zaal, die hadden daar ook een taak. Het zijn de trainers, coaches, maar wij ook met z'n allen. Want waar waren wij? We hebben allemaal, kijken we naar die prachtige prestaties en niemand vraagt zich af, is dat meisje, jeetje Mina, is het nog maar 1,50 meter of 1,60 meter? En hoe mager is ze eigenlijk? Is dat wel een normale ontwikkeling die ze doormaakt? Eet ze wel? Dus wij als publiek hebben het allemaal gevreten bij de Olympische Spelen. Het is pas nu dat wij kijken, ze worden nu wat steviger. Dat wordt dan ook ineens weer een discussie. We hebben een hele discussie over het ijsschaatsen, dat de leeftijd omhoog gaat. Dan zitten we ook hier, potverdorie, moet het nou allemaal? Het is ook het publiek dat een bepaalde perceptie heeft. Wat ik ermee wil zeggen is, die verantwoordelijkheid hoort op ons allemaal te rusten. Ja, ja, en mag maar ik daar nog iets over zeggen? Dan wel naar de ouders. Want ja, waar moeten ouders op letten van topsportende kinderen? Ja, kinderen. Want laten we vooral goed onderscheid blijven maken tussen kinderen en volwassenen. Want dat wordt echt heel vaak vergeten. We hebben het constant over topsporters. Maar er is toch echt wel een verschil tussen sportende kinderen, topsportende kinderen en topsportende volwassenen. Ik denk dat je inderdaad heel goed in de gaten moet houden bij wie welke verantwoordelijkheid ligt. Dus welke verantwoordelijkheden liggen bij de sport? Welke verantwoordelijkheden liggen bij die ouders? En ja, ik blijf dat herhalen, heel simpel. Wat een kind eet, dat is aan de ouders. Of een kind naar een feestje gaat, dat is aan de ouders. Of een kind naar de arts gaat, of als zij willen helpen met voeding en diëtiek, dat is allemaal aan de ouders. De sport hoort zich daar gewoon niet mee te bemoeien. En je zou zeggen van, nou, er kan wel advies gegeven worden aan ouders. Hè? Als zo'n kind sport, dan zijn er misschien extra dingen nodig, is er extra hulp bij nodig. Maar dan ook dan zou ik ervoor zorgen dat er voldoende afstand is, dat het niet het advies vanuit de trainer komt. Ik zou het eigenlijk het liefst vanuit de overheid willen hebben. Vanuit de overheid? Ja. Maar denk je dat de overheid dat daar
ja, dat. Nou, ik denk dat de overheid wel een mooie bewustwordingscampagne kan organiseren. Vind je dat ook een goed idee, Karin? Ja, ik denk dat het en-en kan zijn. Ik voel ook die verantwoordelijkheid die Marjan uitspreekt voor mijn eigen beroepsgroep bijvoorbeeld. Waarin we allemaal ook de ouders kunnen meenemen in het proces. Ik geef in die zin wel trainingen aan ouders om te signaleren als het kind niet lekker in hun vel zit. Als ze beginnende verstoringen qua eetgedrag hebben. Hoe kunnen ze ingrijpen? Wat doe je als er een klimaat is waarin er te veel nadruk op gewicht en uiterlijk wordt gelegd? Hoe kan je dan als ouder dat toch bespreekbaar maken, steun zoeken, het bestuur erop aanspreken? Maar niet je kind daar maar klakkeloos aan overlaten. Dus in die zin denk ik dat het een en-en zou kunnen zijn. Want de overheid is best wel ver weg en bereikt ook niet iedereen. Ik denk dat alle professionals in de sport een bijdrage kunnen leveren om in ieder geval het eigen moreel kompas scherp te houden. En ook iedereen, de kinderen, maar ook de ouders daarin wakker kunnen schudden en weerbaar kunnen maken. Ja, dat vooral. Ja, het gaat er gewoon om dat iedereen snapt hoe de dingen zeg maar in elkaar zitten. Ja. Zodat veel makkelijker gesignaleerd kan worden dat het fout gaat. Ja. En je merkt gewoon, kijk, je kan van alles doen en pedagogische opleidingen en zo. En dat moet ook allemaal. Dat alle stappen die nu genomen worden, die zijn heel belangrijk. En die dragen allemaal bij aan verandering. Dus dat is heel goed. Oké, heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit gesprek, Karin en Anouk. En dan praten we nog eventjes door met jou en schuiven er weer twee nieuwe sprekers aan. Een hap applaus. En die nieuwe sprekers zijn Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, en Ton Leeghangers, interim directeur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. De KNGU. Welkom. En ik wilde graag beginnen met een fragment uit de documentaire Mist. Uiteraard een fragment waarin de KNGU zijn excuses aanbiedt. Ja, is die verandering inmiddels bewerkstelligd? Dat is heel optimistisch, want ik denk dat we staan voor een van de grootste veranderingen die een organisatie door kan maken, namelijk het wezen van een organisatie, en dan heb ik het over de vereniging en alles wat daar omheen zit, moet er uitgehaald worden. De cultuur van een organisatie bestaat uit het gedrag van de mensen en in het kader van een vereniging ook uit alle leden en wordt gedragen door helden en rituelen en symbolen en eigenlijk is dat waar we het over hebben. Die rituelen, die symbolen, de helden, de oudste succesvolle coaches, die moeten eigenlijk uit het systeem gehaald worden en je moet iets nieuws maken. Dat is het grote verhaal van hoe ga je daar met de mensen mee om. Mm-hmm. Daar ben je echt nog een tijdje mee bezig. En in de tussentijd probeer je praktisch het systeem aan te passen. Dus dan heb je het over de organisatiestructuur, dan heb je het over de systemen waarin we kwaliteit meten, hoe we onze trainers, coaches opleiden, hoe de omgangsvormen zijn die we met elkaar nieuw willen hebben. Ik denk dat de KNGU daar ontzettend hard aan werkt en ook ontzettend ondubbelzinnig aan werkt. Dus als je kijkt naar het Verenom-rapport en de aanbevelingen die daarin staan, dan heeft de KNGU gezegd, en naar mijn mening terecht en de enige manier om ook verandering te realiseren, we gaan dat ondubbelzinnig opvolgen. Daar zijn ze hard mee bezig. Mm-hmm. En we hoorden Stephanie net ook zeggen, waarom nu pas? En dat is natuurlijk wel een terechte opmerking. Waarom begint die systeemverandering nu pas, terwijl er in 2009, rond 2009 ook al eigenlijk meldingen zijn gedaan van grote misstanden? Ja, ik snap dat je die vraag stelt. Ja. En ik denk dat jij ook begrijpt dat ik ga zeggen, ik was er niet bij, dat weet ik niet. Maar als ik het vanuit. Maar ik denk niet dat je dat zou wel een beetje te simpel zijn. Ja, dat is te makkelijk. Dus ik ga een ander antwoord geven. Maar dan geef ik dat antwoord als organisatiekundige, want dat is mijn vak. En dan denk ik dat het zit op het aspect waar ik het net over had. Dat er best wel mensen geweest zijn binnen de KNGU, individuen die gemeend hebben dat meldingen serieus opgepakt moeten worden, maar onvoldoende diep doorgesneden hebben om structureel de cultuur te veranderen.
Ja. En, want dat is dan bijvoorbeeld ook excuses. Die horen denk ik wel bij voordat je je gedrag gaat veranderen. Zeker. Dus dan zit ik nog steeds een beetje met die vraag van waarom. Waarom pas in 2021? Nou, ik denk dat die excuses een logisch gevolg waren op het rapport dat op dat moment gepresenteerd werd. Waar wetenschappelijk onderbouwd en eenduidig werd vastgesteld wat er allemaal aan de hand was. Wat de aard en de omvang had, was, zoals Marjante straks al zei. En ik denk dat het alleszins logisch was dat daar excuses bij hoorden op dat moment. Ja, misschien ook. Hè. Dus wat je heel veel ziet, en dat zie je nu ook weer in het dansen, eigenlijk zie je overal hetzelfde systeem terug. Dus je ziet een aantal meldingen, mensen zoeken de media, er wordt onderzoek gedaan, dan komen er daarna weer meldingen, er wordt een boek geschreven, er wordt iets gedaan. En ergens was het zo'n druppelende kraan. En alleen op een gegeven moment werd het echt een tsunami en toen moesten we wat. En wij hadden de gelegenheid, en ik moet zeggen, dat doen niet veel organisaties met steun van VWS, om ervoor te zorgen dat echt een onderzoek kon plaatsvinden op deze schaal. De eerdere onderzoeken, vrouwtje Smits heeft onderzoek gedaan, zijn eerdere onderzoeken geweest, waren allemaal wat kleiner van aard. En nu kon je ook de gelegenheid geven. We hebben 179 mensen bijvoorbeeld geïnterviewd. Ja. Heel veel vragenlijsten uitgedaan. En je kunt pas doorpakken naar de toekomst als je afrekent met het verleden. En dit onderzoek gaf gelukkig die mogelijkheid. En dat wil nog niet zeggen dat we er zijn met z'n allen. Maar ik heb nog nooit, bij al onderzoeken die ik heb gedaan, en ik heb er nogal wat gedaan, nog nooit gehad dat een organisatie alle aanbevelingen gaat overnemen. En dat wil niet zeggen dat het van vandaag op morgen geregeld is. Maar we hebben hier wel de excuses vanuit de hoogste voorzitter die dat heeft gedaan. Zijn we er? Nog lang niet. Want er zitten in het systeem en in de sport. En niet zo moeilijk, dat weet iedere organisatiekundige, is het veranderen van een cultuur. Dat is hardnekkig. Er zitten mensen nog die exponent zijn van die cultuur. Maar er is nu geen ouder meer, geen bestuurder meer in de sport die niet zelfreflectief eigenlijk zijn werk zou... dus het ontkent wat er doen. Is. Ja, maar iedereen is er mee bezig. Marco zei ook al aan het begin van de avond dat er nog wel dus trainers zijn die nog niet zelfreflectief wel ja, maar dan hoop ik toch ook op het corrigerend vermogen. We kijken altijd naar het recht of naar iets. Maar ik hoop ook op het corrigerend vermogen dat ouders bedenken, waar doe je je kind op dit moment bij welke club? Dus daarin hoop ik ook, misschien wel een beetje op de marktwerking, dat dit iedereen weet nu ongeveer welke trainers van besproken gedrag zijn. En welke ouder gaat nu bij dat soort trainers hun kinderen doen. Het zit met ons allemaal. Daar zou je elkaar op ook moeten aanspreken. Ja, Lisa Westerveld, en we gaan zo meteen ook natuurlijk naar die aanbevelingen en hoe jullie daarmee bezig zijn. Jij spreekt over kindermisbruik. Waarom vind je dat belangrijk om het zo te noemen? Ja, mishandeling. Maar dat komt eigenlijk voort uit gesprekken met de oud-turnsters zelf, met Danila, met Stefanie, met anderen. En misschien één stapje terug. Ja. Want dat dit rapport er is gekomen en dat VWS hier eindelijk ook mee bezig is, dat heeft natuurlijk wel heel erg lang geduurd. En dan schrik ik er weer van als ik... Nee, ik schrik er niet van, want ik heb het Danila al vaak horen zeggen. Maar als je turnsters hoort zeggen, ja, we werden heel lang niet geloofd. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk heel erg om als kind en later ook als volwassene niet geloofd te worden, terwijl je gewoon vertelt wat er met je is gebeurd. En wat het allemaal met je heeft gedaan. En daarom vind ik het belangrijk dat het erkend wordt dat dit soort zaken zijn gebeurd. Maar vind ik het ook belangrijk dat er uiteindelijk verantwoordelijkheid wordt genomen. En dat zie ik nog veel te weinig. Dat ook inderdaad vanuit het ministerie wordt gezegd, wij gaan ervoor zorgen dat sport ook echt veilig wordt voor alle kinderen. En wat zou het ministerie moeten doen om ervoor te zorgen dat de sport veilig wordt voor alle kinderen? Ja, daar hebben we best wel lang mee geworsteld. Want voor jullie beeld, eigenlijk heb je ook als overheid niet zo heel erg veel te zeggen over sport en bewegen. Eigenlijk is heel veel belegd bij sportorganisaties, bij sportbonden. En tegelijkertijd vind ik dat als je ziet dat er op grote schaal dit soort dingen zijn misgegaan, hè, ook in de topsport,
turnsters waar we allemaal als Nederland voor hebben gejuicht en vervolgens laat je ze eigenlijk vallen als blijkt dat er dingen niet goed zijn gegaan, dan vind ik uiteindelijk dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij het ministerie van VWS. En die verantwoordelijkheid wordt op andere terreinen wel gepakt. We hebben hele strakke regels als het gaat om onderwijs, om kinderopvang, ja, enzovoort. En ik vind dus dat je ook in de sport uiteindelijk als ministerie eindverantwoordelijk bent dat er een veilig klimaat is. En dat wil niet betekenen dat er een hele strakke wet moet komen waaruit precies blijkt wat er wel en niet mag gebeuren. Maar wel dat je met sportorganisaties hele goede afspraken maakt over wat er wel en niet gaat gebeuren. Dat je misschien inderdaad een leeftijdsgrens ook instelt. Dus daar, en dat is dus ook de reden dat we dit uiteindelijk in Kamerdebatten hebben besproken. Komt trouwens ook, ja, we mede even terug reflecterend op het eerste gesprek, omdat Marco naar de interviews hield met de turnsters. Omdat ik ook met een aantal van hen had gesproken, omdat ik dacht, nou moeten ze hun verhaal maar doen in de Tweede Kamer. Zodat het ook wat breder wordt gezien wat hier speelt. Dus ook wij zijn er al best wel lang mee bezig. En het vraagt uiteindelijk heel veel moed van, ja, de vrouwen hier en anderen om dit allemaal verteld te hebben. Maar uiteindelijk vind ik dus wel dat hier ook een verantwoordelijkheid ligt voor het ministerie. En moet er dan niet op een hele andere manier worden gekeken naar topsport? Ja, maar dat vraag je misschien een beetje aan de verkeerde. Want ik ben in de Tweede Kamer nu 5 jaar woordvoerder sport. En je kunt nooit, we hebben maar een paar keer per jaar een sportdebat. Dus je moet altijd keuzes maken waar je voor opkomt. En ik heb er heel erg voor gekozen om me hard te maken voor zorgen dat iedereen mee kan doen met sporten. Zorgen dat sport toegankelijk wordt voor mensen met een handicap. Zorgen dat sport ook veilig is. Dus mijn hart gaat helemaal uit naar die breedte sport. En terwijl ik me ook wel goed kan voorstellen dat als je het hebt over topsport, dan is dat natuurlijk ook ontzettend belangrijk. En heb je daar ook goede ambassadeurs voor nodig. En het moeilijke is ook, er is niet de topsport. Dus roeien is een ander type topsport. Voetbal, daar heb je de commerciële belangen. Daar spelen hele andere dynamiek weer. We hebben nu allemaal social media rond bijvoorbeeld de skateboarders, waar ook weer druk op komt. Dus iedere sport kent zijn eigen kenmerken. Kent een eigen cultuur en daar zitten de eigen ook gevaren in. Dus de topsport vind ik een lastige. Maar de manier hoe er in de politiek aan wordt gekeken naar topsport en wat ook de doelstellingen daar zijn. Dat is dus een hele lastige, want wat wij in Nederland, ik ben natuurlijk jurist van huis uit, al doe ik steeds meer criminologisch en psychologisch onderzoek. Maar wat je dus ziet is dat wij de sport zo hebben georganiseerd als een soort vrijheid, hè, vrijwilligheid. We hebben er een recreatieve bezigheid, noemen we het. En dat ergens zegt Lisa dat ook. Hè. We hebben aan de ene kant maken we de recreatiesport altijd heel mooi, want we willen mensen laten bewegen. Dat vinden we ook allemaal heel mooi. Maar aan de andere kant, daar groeit altijd een top uit. Wat je ook doet, er groeit altijd een top uit. Maar je wil dat op een hele fijne, gezonde manier doen. En dat hebben we helemaal privaat gehouden. Hè? Dus de overheid bemoeit zich eigenlijk niet met het regelwerk. Ik vind zelf dat de sport dat behoorlijk knap doet. Ik heb ook onderzoek gedaan naar de onderwijssector. Nou, ik zeg hier, die kunnen ook nog wel weer wat leren van de sport. Wat vind je knap dan? Aan hoe de sport het doet? Nou, het hele, en dat heb ik het dus niet over de uitwas, maar hoe de sport probeert een maatschappelijk probleem, bijvoorbeeld als seksuele intimidatie, toch daar regelwerk voor te maken, campagnes voor uit te rollen, met eigenlijk een sector die ontzettend vaart op vrijwilligers. En dat vergeten we wel eens. Het is geen professionele sector. Er zit heel veel vrijwilligers daar. Wat ook het mooie is, met alle onze verenigingen die we hebben. Je kunt gewoon aan de overkant kun je gaan sporten. Nijntje Gym is hartstikke leuk. Dat moet iedereen echt doen. Hè. Doe je kind vooral op Nijntje Gym. Maar je moet opletten. Geen idee wat het is, ik knik wel maar. Nou, gewoon lekker kroprollen maken als klein meisje en een beetje balans doen. En daar blijkt gewoon dat dat hartstikke veilig is. Hè. Dat wordt daar ook gedaan. Maar op het moment dat die top naar die top gaat ontwikkelen, en dat is wel waar het ministerie nu mee bezig is, dat we niet alleen kijken naar een top 10 ambitie, maar dat je er iets naast gaat zetten. Waardoor je ook kunt meten straks wat het welzijn doet. Maar laten we ook niet vergeten, want vandaag hebben we het over turnen en we hebben het hier over een percentage van de topsport, waar het helemaal fout is gegaan. Mm-hmm. Waar het zo ontzettend fout is gegaan dat hier de meiden die hier zitten, ik vind ze al zo dapper dat ze überhaupt hier zitten, maar er zitten hier ook meiden die hier niet zitten en hier nooit zullen zitten omdat die thuis in hun kamertje zitten of in een gesloten instelling. Dat is wat wij niet willen. Dat is het meest ernstige. En we willen een gezond topsportklimaat. Hoe kunnen we dat bereiken? Ja, ik zeg nog steeds, dat doen we dus met z'n allen. En
ik ben ook, als je dus kijkt van wat is dan de rol van de overheid, dat zou bij accommodaties, dat zou op de VOG-verklaring, er wordt echt al ontzettend veel, op dit moment is er veel in beweging. En zie ik dus ook dat het ministerie zich juist ook nu bemoeit ook wel met de topsport, wat eerdere kabinetten zo steeds eigenlijk niet deden. En vind je dat een goede... Ik denk daar iets genuanceerder over. Omdat ik denk dat juist vanuit die algemene verantwoordelijkheid die al eerder aan bod kwam, dat die bij heel veel partijen ligt, vind ik dat we de definitie van topsport ook moeten bezien in het licht van dat het eindresultaat altijd moet zijn dat je gezonde burgers overhoudt. Dus die volgorde moet je omdraaien. Het gaat niet om eerste medailles en dan kijken we daarna wel wat er met de sporters gebeurt en hoe we die maatschappelijk weer in kunnen passen. Maar in dat hele traject van medailles halen gaat het ook nog om mensen die ook een carrière hebben of een leven hebben naast de sport en dat als uitgangspunt nemen. En daarnaast zijn medailles belangrijk in sporten, want het gaat om winnen en het gaat om competitie. Dat hoort erbij. Maar die volgorde, die moet je volgens mij omdraaien en dat past ook in het maatschappelijk debat. En zijn jullie op dit moment daarmee bezig om die volgorde om te draaien? Zeker. Ja, hoe? Oh, sorry. Nou ja, wij hebben in ieder geval als onderdeel van de opvolgingscommissie onze opleidingstrajecten veranderd, waarin pedagogiek een hele grote rol speelt. En die pedagogiek die gaat dus over wat heeft een individuele sporter nodig en wat heeft hij of zij juist niet nodig. Die gaat ook over het feit dat we bij de jongste jeugd, het Nijntje-programma waar Marjan het net over had, niet meer met medailles werken, maar met stickers werken. Dus het gaat daar niet zozeer meer om winnen, maar vooral om plezier. Ja, op die manier proberen we het gesprek daarover en de belevenis over sport een andere invulling te geven dan alleen maar winnen ten koste van alles. Ja, want dat is dan best wel een grote uitdaging waar jullie voor staan. Ook als je in het vorige gesprek hoorde de hele rits aan zaken die maakt dat het juist in de turnwereld het ingewikkeld, die het ingewikkeld maken. Ja, dat is een mega uitdaging. En dat maakt ook dat we er nog niet klaar mee zijn. En dat het ook nog wel even zal duren voordat je er een streep onder kunt zetten en zeggen, nu hebben we alles op orde, als dat moment er al komt. Maar we hebben ervoor gekozen om dat ondubbelzinnig te doen. En daar staan we volledig achter. En daar gaan we ook mee door. Ja, en Lisa Westerveld, was ook best wel veel gedoe is er geweest rondom het ISR, het Instituut Sportrechtspraak. Wat zou daar anders moeten? Ja. Ja, ik ben even dat ik ga de grote vragen maar aan de politicus stellen. Nou, ja, misschien allereerst wel goed om te zeggen, we hebben natuurlijk, politiek maakt de kaders en de wetten. En je hebt natuurlijk apart daarvan de rechtspraak en die gaat over de invulling daarvan. Hè. Dus dat heeft gescheiden. Maar wij hebben inderdaad een aantal keer hele kritische vragen gesteld over de gang van zaken bij het ISR. En dat had er mee te maken dat ik natuurlijk ook van de turnsters verhalen hoorde over hoe gesprekken eraan toe gingen, maar ook over, nou ook vanuit het ISR kwamen ook wel de mededeling dat de procedures erg lang duurden. En helemaal omdat dit natuurlijk al 2 jaar lang een enorme achtbaan is voor heel veel van de slachtoffers, wil je wel dat op het moment dat dit wordt opgepakt door het ISR, dat daar een beetje vaart achter zit. Nou, toen heeft de eerste minister die ermee bezig was, want inmiddels zijn we 3 bewindspersonen verder, Tamara van Ark heeft al gezegd, ik ga 1 miljoen investeren zodat het ISR kan professionaliseren. Nou, in hoeverre dat voldoende gebeurd is, weet ik niet. Wat ik wel terughoor, het investeren is gebeurd van 1 miljoen, maar het vooruitgaan van het ISR is, nou ja, waarschijnlijk niet voldoende gebeurd dan. Ik kan daar moeilijk over oordelen, hè, want ik zie die processen niet vanuit intern. Maar wat ik wel weet, is dat een aantal van de echte processen die nu zijn geweest, dat daarvan wordt geconcludeerd, die zijn niet zorgvuldig genoeg gegaan. Ja. En dat vind ik dus heel heftig, want we hebben te maken met een groep, nou, oud-turnsters die heel lang niet geloofd zijn, die heel lang genegeerd zijn, die heel lang hun verhaal hebben proberen te doen, waarbij eigenlijk niks is gedaan. En dan vervolgens, dan is er hulp nodig, dan is er een goede terugprocedure nodig en dan loopt dat allemaal ook niet goed. Ja. En dat vind ik zo heftig, want behalve dat het hier dus gaat om gehoord worden en gezien worden, gaat het ook om een stukje erkenning en een stukje laten zien dat het erg is en vervolgens daar dus consequenties aan verbinden en zorgen dat ze ook alle goede hulp krijgen. Nou, dat komt niet goed van de grond en deze terugprocedure is ook niet. En dat vind ik zo heftig hier. Ja, maar Jan Overs, jij adviseert ook dit tuchtcollege.
college. Als onafhankelijk adviseur. Ja, wat er is gebeurd is, en dat vind ik het allerergste. En ik heb er een paar weken geleden ook een lezing over gegeven bij de tuchtrechters van het ISR, waarin ik heb gezegd, als deze tuchtrechtelijke zaken op deze manier worden behandeld, dat ik vind dat het instituut deze type zaken ook niet moet behandelen, omdat dit leidt tot hertraumatisering. Mm-hmm. Het laatste wat er mag gebeuren bij deze groepen, toch zeer kwetsbare meiden is, en ik mag ze meiden noemen trouwens, het zijn jonge mooie vrouwen, hertraumatisering is het ergste. Wat je dan, ik bedoel, dan heb je alles en dan kom je hier en dan krijg je nog zo'n hele nare nasleep bij het instituut sportrugspraak. Dus ik heb ervoor gepleit dat als daar ik moet daar wel zeggen, wat spreekt dat tegenover? Het waren voor het eerst dit type zaken met psychische problematiek die eigenlijk, dat werd ook in het begin gezegd, niemand echt goed begreep. Dus dan ga je ook nog daarin. Is het heel erg lastig in een tuchtprocedure. Wat voor type handelingen zijn dan precies hebben plaatsgevonden in het verleden? Dan zijn dat ook nog handelingen die in een ver verleden hebben plaatsgevonden. Ja, als blijkt dat je dat dus heel lastig zou kunnen gaan bewijzen, terwijl ik denk, zelf als onafhankelijke derde, kijk nou naar het systemische karakter dat er heeft plaatsgevonden. Maar ga niet kijken wanneer is er geschreeuwd tegen wie. Ja. En klopt dat allemaal wel? Want als je dat dus gaat doen, daar kom je na zoveel tijd niet mee uit. Maar gelet op het feit dat het zo'n groot aantal is en het systemische karakter wat erachter zit, had dat wat mij betreft wel moeten leiden tot een aantal veroordelingen. Dat is niet gebeurd. Het is toch eigenlijk bijna niet te geloven dat dat niet gebeurd is, als je al die verschillende getuigenissen die in ieder geval al via de media dan in ieder geval tot mij zijn gekomen, maar dat is dan op een zorgvuldige manier, lijkt mij, bij de mensen van het tuchtcollege gekomen. Ik snap gewoon echt niet, hoe kan dat? Het kan op verschillende manieren. Eerst is dat de verklaringen die zijn afgelegd door de tuchtcommissie hebben daar anders naar gekeken en beoordeeld. In het hele tuchtproces zijn er vragen gesteld over houding, proceshouding, van bijvoorbeeld aanklagers, tuchtrechters, waardoor ook hertraumatisering mogelijk heeft plaatsgevonden. Inderdaad ook het niet geloofd worden, dat zit overigens ook in het strafrecht, want het betekent, een advocaat gaat natuurlijk proberen gaten te schieten in verklaringen. Van hoe kan dat, hoe is dat? Nou, daarmee word je weer beoordeeld, word je weer niet geloofd, word je weer ter discussie gesteld. Mm-hmm. En dan alles met elkaar moet je nu concluderen dat die hele rechtsgang gewoon tot een heel groot verdriet heeft geleid. En dan moet je als tuchtcollege bedenken, kunnen wij dit wel? Hebben we de voldoende kwaliteit? Hebben we goed opgeleide personen? Kunnen de onderzoekers dit aan? Weten we voldoende van de problematiek? Kunnen we dat ook verder brengen in het tuchtproces? Als het antwoord nee is, moet je het gewoon niet doen. Want is het antwoord nee? Op dit moment, als ik terugkijk, en maar goed, dat vraag je nu ook van mij als mens, maar ook als onafhankelijk adviseur, heb ik er heel veel verdriet van dat het op deze manier is gelopen. En had ik wel gedacht dat de tuchtcommissies tot veroordelingen zouden komen. Hoe kun je met een rapport van 400 zoveel pagina's, waarin zo nadrukkelijk wetenschappelijk is onderbouwd wat er allemaal gebeurt, hoewel daar dus geen namen in staan, komen tot dit type uitspraak? I rest my case. Ik begrijp dat gewoon niet. Ik begrijp wel hoe ze hebben gehandeld, maar niet dat dit de uitkomsten zijn geweest. Als dit de uitkomsten zijn, dan moet je met elkaar gaan heroverwegen of de sport in staat is, met de vrijwillige tuchtcolleges die we op dit moment hebben, deze complexe problematiek te behandelen. En ik vind echt dat we daar de vragen bij moeten stellen of dat kan. We doen het op seksuele intimidatie. Daar wil ik even waarom dat makkelijker is, zeg ik maar even. Is omdat je vaak een incident hebt waarin je terug kan grijpen en kan bekijken, hoe heeft dat incident plaatsgevonden, wie waren daarbij. Maar hier zit het dus het systemische karakter. Als we dat dus niet aankunnen en het leidt tot hertraumatisering, dan moet je ook durven te zeggen, wij kunnen dit niet of we kunnen dit op dit moment niet. Maar dat zegt iets over je kwaliteit, je opleidingen, je trainingen van je tuchtrechtelijke college. Ja, okay. Maar wat ik daar dus wel heel heftig aan vind, is dat de turnsters dit al heel lang zeggen. Ik zat even, het is bij het debat dat we eigenlijk over het rapport hadden, is dit al naar voren gekomen.
Ik zat even vrij recent mijn Kamervraag hierover terug te kijken. Maar we hebben hier 1,5 jaar geleden ook al over gevraagd van kan het ISR dit eigenlijk wel aan? En daarom vind ik, is dit weer zo'n volgende klap ook in het gezicht. Dat de turnsters allemaal al aangeven dat ze weinig vertrouwen hierin hebben. Ja. Denken dat het misschien niet goed komt. En vervolgens wordt er gewoon via het ISR doorgegaan en krijgen we deze uitkomsten. Ja. Ja. Ja, en zo gaat het dus telkens. Ja. Ik wil vast even aan Monique vragen om met de microfoon naar de eerste rij te lopen. En dan in de tussentijd vraag ik aan Ton van wat is voor jou, wat denk je dat de rol moet zijn van het ISR? Nou ja, ik zou willen dat het een instituut is zoals we dat ooit bedoeld hebben voor de tuchtrechtspraak. En de tuchtrechtspraak gaat over hoe kunnen we met elkaar de kwaliteit van de sport bevorderen in plaats van het toezoeken naar een dader en een slachtoffer. En dat gebeurt nu, waardoor het verjuridiseert. Maar soms is een dader, dat kan wel ervoor zorgen dat er voor de slachtoffers de traumaverwerking, denk ik, de goede. Maar dat vind ik een interessante vraag. Want is dit dan de ideale manier om om het trauma te verwerken? Ik denk, zoals we het op deze manier organiseren, Marjan het net kleurrijk schetste, denk ik dat dat allerminst het geval is. Het is daar ook niet voor bedoeld. Hè? Het moeilijke is eigenlijk wat we willen is. Kijk, tuchtrecht is net als eigenlijk de rechtspraak. Daar gaat het om het aanwijzen van een dader om te kijken of we die een veilige sport met elkaar kunnen creëren. Dat is wat we proberen daarmee en beogen daarmee te doen. Het is rechtspraak. Daarmee worden dus ook altijd verklaringen in twijfel getrokken. Waarom? Omdat het gaat om een situatie van tegenspraak. Dat is logisch in dit. En hier is het de vraag, zeker als het gaat om zaken uit het verder verleden, of inderdaad een rechtsprekend orgaan, overigens ook in het strafrecht, want er wordt bijna psychische mishandeling ook nooit tot een einde gebracht van een dader die uiteindelijk wordt veroordeeld. Dan moet je met elkaar toch gaan bedenken en om te kijken, zijn er andere methoden waardoor in dit geval dan de meiden, en er zijn ook jongens bij, zich daarin, maar dan zet je veel meer het slachtoffer centraal, of er andere methodes zijn om daar iets omheen te bouwen. Ja, antwoord op die vraag wil ik zo meteen graag horen of andere methodes zijn, maar ik wil ook niet de mensen op de eerste rij te lang laten hangen. Dus de vraag of jullie nog wat jullie willen toevoegen. En dan... Ja, ik denk dat hij langzaam aangaat als je begint met praten. Stefanie aan het woord. Ik zou wel graag in willen haken op dit gesprek over de ISR Er zit een witte plakkertje op de microfoon. Anders loop je. Wij horen jou wel, maar misschien moeten we het herhalen. Misschien dat iemand. En anders kom je even welke bij mij. Welke speaker ligt er eentje op? Oh ja, oké. Okay, ja. Ik zou graag nog willen inhaken op het gesprek. Ik hoorde Lisa zeggen dat ze niet over de inhoud dingen weet. En dat kan ook natuurlijk kloppen, want dat gaat echt over wat er wel niet gezegd is in het onderzoek. Maar ik zou graag wat voorbeelden willen geven over wat er zich af heeft gespeeld als proces in het onderzoek en wat er dus mis is gegaan. En dat begint eigenlijk al bij gesprek 1. Dat is dat de onderzoekers bij je langskomen en een heel matig gesprek met je voeren. Ergens zou ik ook kunnen zeggen dat ik vanuit mijn opleiding ook wel gesprekken voer en dus ongeveer weet hoe je dat het best kan doen, ook met doorvragen en zorgen dat je erachter komt wat er is gebeurd. Daar moet een gespreksverslag uitkomen. Dat mochten we in eerste instantie niet lezen, dat mochten we dus niet zien. Vervolgens is dat wel gebeurd en zagen we echt, ik weet niet wat het was, maar er stond echt inhoudelijk niet in wat wij hebben verteld. Daarnaast ook super veel feitelijke onjuistheden, namen verkeerd, data verkeerd, ga maar door. De essentie was in ieder geval niet duidelijk. In mijn geval heb ik ook verhalen verteld over meerdere trainers. Dat werd in één verslag gezet, waardoor dat ik op in de hoorzitting, de allereerste hoorzitting kwam en erachter kwam dat degene over wie het ging ook de informatie had van wat ik over de anderen had verteld. Dat werd tegen mij gebruikt, want dat was allemaal wat erger dan degene die
daar werd gehoord. Daarnaast had hij 2 verslagen, want ik had uiteindelijk een nieuw verslag gemaakt. En was mijn niet goedgekeurde verslag ook daar terechtgekomen. Dus de hele zitting in mijn geval ging over verkeerde informatie. Dus er werd echt een hoorzitting gemaakt op verkeerde informatie. En het erge is ook, vond ik daar, dat als je je melding doet als sporter bij het ISR, je bent geen procespartij. Dus je zit daar en je luistert en je ziet alles verkeerd gaan en je kan gewoon niet ingrijpen. Dus ik voelde me daar echt als een makkelammetje op de slagbank liggen. Ja. Vervolgens gaat het dus het hele onderzoek, dat is al bij het begin fout gegaan. En heb ik samen met Petra Witjes, ik moet eerlijk zeggen dat ik in 2020 mijn melding heb gedaan, mijn verhaal. En begin 21 hebben we een gesprek gehad samen met Petra Witjes bij het bestuur van het ISR. En daar hebben we ook dit allemaal aangegeven en gevraagd, kunnen we wel doorgaan met dit onderzoek? Want gaat dit wel goed komen? En toen hebben ze echt volmondig ja gezegd. Maar goed, we zijn er nu wel achter gekomen dat het echt helemaal niet goed komt. En dat de ene naar de andere trainer vrij wordt gesproken. En dat staat natuurlijk in contrast met het onderzoek wat Marianne heeft geschreven. Heeft gedaan en het rapport wat is geschreven. Dus dat is natuurlijk heel... Ja, dat kan gewoon niet. Plus dat natuurlijk een paar maanden geleden... Of twee maanden... Hoe lang was het geleden eigenlijk? Een maand geleden, Vincent Wevers? Het grote geweten. Ja, in mei, toen heeft de TUG-commissie, die kan geen uitspraak doen omdat het onderzoek niet goed is gegaan. Dus die heeft eigenlijk het ISR en de onderzoekers op de vingers getikt van jullie doen het niet goed. Dat hadden wij al lang gezegd. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat we 2 weken geleden een gesprek hebben gehad met de minister die er nu is, Connie Helder. En dit hebben we natuurlijk ook daar neergelegd. En zij geven aan dat ze vanuit VWS een onderzoek gaan laten doen om het ISR te onderzoeken, of eigenlijk het hele TUG-systeem in de sport. Ja. Ja. Oké, succes, dacht ik. Ja, nou ja, we weten allemaal dat het niet goed gaat. En dus ik wil heel graag weten wat daaruit gaat komen. En dan vervolgens wil ik weten wat ze dan daarmee gaan doen. Mm-hmm. Maar dat onderzoek had natuurlijk al 1,5 jaar geleden moeten plaatsvinden. Hè? Want toen is het ook al aangekomen. Maar ja, goed, krijgen we dan weer een excuus als erin komt te staan dat het niet klopt? Wat gaan we daarmee doen? Ik ben heel benieuwd. Ja, dat is mijn grootste vraag. Mm-hmm. Ja. Ja, het moeilijke. Ja, kijk, je kan onderzoeken wat je wil. Hè, dus ook, volgens mij wordt de hele governance bekeken. Maar het is altijd wel hobbelen. Dat zeg ik als onderzoeker. Hè, van onderzoek naar onderzoek. Maar ergens weten we precies al dat de diagnose is. Dat het een hele complexe problematiek is. Dat de kwaliteit onvoldoende is gebleken van de mensen en de kennis en ervaring die we hebben. En dat dat zich allemaal heeft... voorgedaan helaas bij de grote groep die er nu meteen aan is gekomen. En de vraag is, ga je wachten op dat toch die kwaliteitsverbetering daar gaat komen? Dat heeft tijd nodig. Maar ik denk dat je tot die tijd dit type zaken gewoon niet zou moeten doen. Ja. Ik durf het nog wel even breder te trekken. Want we hebben het over tuchtrecht. Nou, het woord tucht kan je handhaven. Recht kan je schrappen. En dat heeft ermee te maken omdat er überhaupt geen onderzoek wordt gedaan. En dat is het probleem. Het is een interview. Dat leidt, hoorde ik al, in veel gevallen tot een slechte weergave. En dat gaat inderdaad een procesgang in zonder dat de melder procespartij is. En dat is niet in beginsel eigenlijk, maar in de praktijk leidt het ertoe dat het zowel doordat er geen onderzoek plaatsvindt beschadigend is voor melder als beklaagde. En als 2 partijen zeg maar het pand verlaten waar rechtspraak zou moeten gebeuren, met het gevoel ik ben niet serieus genomen en naar welke poppenkast hebben we hier gekeken, dan doen we iets helemaal fout. Maar ik zou het nog breder willen trekken. Alle definities van wat hier gebeurt rond geestelijke en psychische mishandeling is kindermishandeling. Ik heb het Openbaar Ministerie in 2 jaar niet gehoord. Johan Derksen doet op tv een uitspraak waarvan iedereen weet dat het al verjaard is en niet te achterhalen is. En voor de bühne gaan ze het onderzoeken. Het Openbaar Ministerie heeft zich niet gemengd in deze discussie, terwijl het volgens mij gewoon naar het strafrecht zou kunnen trekken, in beginsel. En daarnaast, wat je ook dan nog ziet, buiten dat gegeven, waar waren de pedagogen? De pedagogische wereld heeft zich totaal niet gemengd in deze discussie.
onbegrijpelijk. En dat maakt dat ik zeg van, we moeten eerst afrekenen, wat Karin ook zei, met het verleden, voordat we überhaupt kunnen denken aan het heden. En moet je dus gewoon stellen, onder deze voorwaarden kan je turnen niet toepassen in topsport, want het is een recept voor beschadiging. Dus ja, eventjes naar een van, dankjewel, Marco. Zou er een mogelijkheid zijn voor de om me naar het strafrecht te trekken? Is dat een oplossing? Het is al strafbaar gesteld, maar we hebben geen specifieke strafbepaling. En dus daar vinden op dit moment wel al continu discussies, ook naar de psychische mishandeling die plaats heeft gevonden in de jeugdzorg, blijft dat eigenlijk een voortdurende wel discussie. Het blijft, en dat is een hele nare boodschap, heel erg lastig bewijsbaar. Psychische mishandeling is een van de moeilijkste zaken om te bewijzen, omdat je heel moeilijk kunt zeggen, toen ben ik genegeerd. Ja, hoe zag dat er dan uit? Hoezo jij en bij de anderen werd het dan anders gedaan? Dus wat je ziet is dat het een heel ingewikkeld delict is om bewijsbaar te krijgen, zowel in het strafrecht als in het tuchtrecht. Volgens mij was er nog iemand die een uitspraak wilde doen of iets wilde zeggen. Ja, wat ik mis in de discussie is, het lijkt me alsof het functioneren van het ISR heel erg wordt gekenschetst door het turndossier. Terwijl toen ik in 2017 geloof ik met de commissie Klaas de Vries sprak over het ISR, werd mij ook al te verstaan gegeven, Karin, stuur je sporters niet naar het ISR door de commissie zelf, want op één zaak na zijn alle seksuele intimidatiezaken geseponeerd. En sporters kunnen dan ook nog €1000 proceskosten afnemen. Nee, er zijn geen proceskosten en Klaas de Vries heeft nauwelijks gesproken met slachtoffers. Het is mij in ieder geval door een commissielid op die manier meegegeven. Ik heb ook zelf sporters begeleid die ook 2 jaar hebben moeten wachten op een uitslag en op een uitkomst. Ver voordat de enorme aantallen die er nu zijn gemeld aan de orde waren. En als ik ook het interview lees met degene van het ISR, hoe er dan gesproken wordt over, ja, de turnsters, ja, die zijn zo beschadigd, die hebben verkeerde verwachtingen. Dan denk ik, ja, dat vind ik echt hertraumatiserend. Daar zit gewoon een structureel verkeerd beeld, verkeerde insteek hoe je met deze zaken om zou moeten gaan. Ik schrik dan dat er 1 miljoen is uitbesteed aan zo'n amateuristische club. Ja, dankjewel. En zijn er mensen uit de zaal die vragen hebben of opmerkingen? Ja, in afwachting daarvan kan ik nog wel aan toevoegen dat wij in deze hele materie ook al een aantal keer naar de rechter gegaan zijn. Mm-hmm. Dus echt in de rechtspraak, in de rechtbank gezeten hebben. En daar ook de deksel op onze neus hebben gehad. En niet omdat wij nou per se het verkeerde aangedragen hebben, maar omdat ook rechters heel erg zoekende zijn naar deze nieuwe materie. En hoe duiden we dat dan? Hè? Hoe bewijzen we het een en ander? Of hoe vinden we het dat je daar als bond in ons geval mee om moet gaan? En dat levert ook weer allerlei hele ingewikkelde discussies op. Hè? Bijvoorbeeld een uitspraak waarin gezegd wordt, ja, jullie moeten als bond zelf eerst de aard en de omvang van de beschuldiging vaststellen. Ja. Maar ja, daar hadden we nou juist het ISR voor. Dus dan moeten wij vooruitlopend op het ISR een onderzoek gaan doen en daar iets van zeggen. Want als dat weer conflicteert, krijg je later nog aansprakelijkheid als je niet uitkijkt. Dus het is een heel ingewikkelde materie. Het is geen populair verhaal, want het betekent vooral dat de turnsters nog steeds de dupe zijn van deze. Ja, de vraag is ook, wat wil je bereiken? Het strafrecht leidt heel vaak tot hertraumatisering. Dat weten we. Dat is in het strafrecht. We hebben het niet over tuchtzaak. Waarom? Omdat je een hele rechtsgang door moet. En ik heb nu een zaak, het loopt al 5 jaar. De vrouw in kwestie wil door met haar leven, maar dat is al 5 jaar en het gaat over een verkrachtingszaak. En al die tijd wordt ze eraan herinnerd. Ook daarin hebben we hertraumatisering en speelt dit issue. In het tuchtrecht hebben we dat precies hetzelfde. Het helend vermogen
van het tuchtrecht. Want ook dan wordt hij berispt. Ja, dan is het enige dan nog. Er is wel een sanctie opgelegd, maar het neemt niet het leed weg. Dus wat we nu zien is dat er steeds meer, en dat hebben we bij de katholieke kerk gezien, dat zien we in de jeugdzorg, dat zien we in al die gebieden waar het heel lastig is iemand voor het strafrecht te krijgen of in het tuchtrecht, dat er naar andere vormen gekeken moeten worden. En wat je daar dus ziet is dat er bijvoorbeeld goede effecten worden bereikt nu met herstelbemiddelingsachtige zaken. Ook dat moet je met de grootste mate van zorgvuldigheid doen. Maar daardoor zou je wel de hertraumatisering, dat moeten we in deze samenleving niet willen. Maar het helend vermogen van straf of tuchtrecht, dat bestaat niet. Maar het is natuurlijk ook hertraumatiserend omdat dit soort verhalen zo lang lopen. Omdat er zo vaak al dingen zijn beloofd en maar telkens niet van de grond komen. Ik weet dat minister Helder laatst inderdaad ook vertelde van we hebben een gesprek gehad. Toen dacht ik, ja dat is fijn. Maar het is wel de derde bewindspersoon die gesprekken met jullie heeft. Terwijl je natuurlijk wel de vraag kunt stellen, wat gebeurt er dan heel concreet? Ik ben samen met Danila en Anouk en nog een aantal anderen bij een bijeenkomst geweest een aantal maanden geleden. Er waren een aantal mensen vanuit de KNGU die nu bezig zijn met het veilige sportklimaat en hoe we dat, of in ieder geval, die gingen dat presenteren. En wij mochten, ik zal het even zo meedenken, want zij presenteerden ons wat hun ideeën zijn en wat ze gaan veranderen met hele mooie tekeningen en posters en zo. Maar daar hebben we dus ongeveer de hele dag hebben we daarover gepraat. En wat ik heel erg mis, en dat mis ik ook een beetje in uw antwoord, is, maar hoe gaan we dat dan doen? We kunnen allemaal blijven benoemen wat er anders moet. Want dat weten we, als het goed is, de mensen die zich bemoeien met dit dossier, inmiddels redelijk. Maar als we dan vragen, maar hoe gaan we dat doen? Dan is het stil. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat, volgens mij. Ja, met elke vraag die je stelt. Dan ben ik onvoldoende duidelijk geweest bij mijn vorige antwoord. Want al de dingen die ik opnoemde, dat zijn concrete acties die op dit moment uitgevoerd worden. En die beginnen op een bepaald punt en die moeten uiteraard uitwerken over alle verenigingen in Nederland. Dus het is niet zo dat we op één moment in één keer alles veranderd hebben. Maar de tegemoetkomingsregeling is iets wat heel concreet geregeld is. Maar die tegemoetkomingsregeling, dat is die €5.000? Ja. Ja, want daar rondom zijn ook dingen helemaal fout gegaan. Nou, dat wil ik wel enigszins nuanceren. Dat is voor het eerst in Nederland dat zo'n regeling tot stand gebracht wordt door een sportvereniging. Het is de eerste keer inderdaad. We hebben dat opgezet, overigens in samenspraak met ook turnsters. Daar zijn we na de eerste lancering erachter gekomen dat daar een aantal hobbels zaten voor sporters om melding te doen. De drempel was te groot. En binnen 3 weken hebben we dat aangepast en is de regeling zoals die nu is. En op dit moment kan ik zeggen dat daar goed gebruik van gemaakt wordt. Ja, en ik moet ook wel zeggen dat de KNGU juist heeft getracht die regeling te versoepelen voor de turnsters. Dus dat moeten we wel heel eerlijk in zijn. Het gaat om €5.000 overigens. Dat is dus niet een soort vergoeding of schadevergoeding, maar dat is alleen maar voor de erkenning dat er leed is aangedaan bij deze turnsters. De pijn in dit dossier wat steeds terugkeert en wat je ook terugziet in die tegemoetkomingsregeling, het wordt aangepast op het moment dat de kritiek aanzwelt vanuit de slachtoffers die nu mondige overlevers zijn. Hoe haal je het bijvoorbeeld in je hoofd? En het feit dat Lisa al knikt terwijl ze bij jeugdzorg met dezelfde regeling te maken hebt. Hoe haal je het in het hoofd bijvoorbeeld om een regeling een half jaar open te stellen voor vrouwen die zeg maar 35 jaar niet naar buiten hebben durven treden. En die je dus dwingt om in heel korte tijdspannen alles overboord te gooien. Om dan zeg maar zich aan te melden voor die regeling. Wetende dat ze voor een commissie van 3 personen destijds moesten komen om hun leed daar neer te leggen, wat dan werd gezien als, dan geef je een vorm van erkenning. Bij alles wat je ziet, en die versoepeling, daar ben ik blij mee uiteraard, maar bij alles wat je ziet, is er wordt gereageerd vanuit de oude gedachte, wij bepalen hoe we dit pijndossier gaan oplossen, terwijl de noodkreet iedere keer en de signalen iedere keer wordt aangegeven door de slachtoffers, praat met ons, luister met ons, begrijp ons, dan komen we een stap verder. Maar er wordt weer over ons gepraat en er wordt weer over ons geoordeeld en er wordt weer voor ons bepaald. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens, want nogmaals, deze regeling is tot stand gekomen in overleg met oud-topsporters. En u geeft aan,
je stort het over ze neer op de manier waarop jullie denken dat het goed is. In zekere zin is dat zo, omdat wij, en dat is het lot van de KNGU, vooruitlopen helaas in deze materie op alle fronten. Dus wij doen ons best om de weg te vinden bij de rechtspraak. Wij doen ons best om de weg te vinden bij de tuchtspraak. En daar waar ik in discussie zit bij NOC en NSF, die gaan over beleid en over strategieën, zitten wij gewoon concreet bij een rechter en bij een tuchtrechter. En moeten wij regelingen bedenken over tegemoetkoming die nog niet eerder bedacht zijn. Dus wij doen ons best. Ja, je kunt zeggen dat moet je zo niet doen. Wij doen ons best in het belang van de sporters. En daar waar wij kunnen leren, daar waar er suggesties zijn dat we het beter moeten doen, nemen we dat graag aan. Nou, twee kleine punten. Die regeling bestaat wel, want die regeling is eerder uitgevoerd bij jeugdzorg. Met heel veel raakvlak, zeg maar, tot de sportwereld. Die regeling van jeugdzorg is veel breder en veel ruimer en veel soepeler opgezet. Met andere criteria. De criteria die nu zijn, kon je niet anders uitleggen. Dat het, en ik verwijt dat niet graag u, maar wel NOC-NSF, om zeg maar damage control te doen, want er mogen niet te veel uitkeringen worden aangevraagd. En de opvolgingscommissie was enorm kritisch op die regeling. Zeker. En zeg maar de kritiek die zij gaven, die werd niet meegenomen zeg maar in de totstandkoming van de tegemoetkomingsregeling, totdat de kritiek publiekelijk aanzwol, die dezelfde karakter had zeg maar van de opvolgingscommissie, en toen kon het opeens wel. Het is iedere keer reactief in plaats van proactief. Ik wil nog als allerlaatste even kijken naar Danila, want je stond net steeds een beetje dat je niet kon zien of jij eigenlijk nog iets wilde zeggen. En dan kunnen we denk ik de avond afsluiten. Ik vind dat wat er net werd gezegd, vind ik sowieso inderdaad heel erg belangrijk. Dat het erkennen van daders en slachtoffers, dat gewoon zonder... Dat je dan dus niet kan helen. Maar over die bijeenkomst, wij zijn daar dus geweest. En wij hebben daarna eigenlijk niks meer gehoord. Dus we hebben heel erg meegedacht. En dan uiteindelijk... Welke bijeenkomst heb je het nu over? Over meedenken over de toekomst. Over het nieuwe winnen en over... En ik heb zelf... Bij de KNGU of ja, bij de in de politiek? Ik heb zelf persoonlijk daar dan dus contact over gezocht. Maar ik weet dat anderen dus nooit meer iets gehoord hebben. Dus dat is typeert volgens mij het hele... Alles. Zeg maar, ja. Dat we dus iets gaan doen en dan horen we niks meer. En dan gaan jullie het oplossen. Terwijl wij eigenlijk de betrokken wel... Ja. Ja, ja. Er is... Ja, dan heb ik zo. Dan ga je nog toch nog even naar jou. En er is één iemand die daar de hele tijd met een vinger omhoog zag. En dan sluiten we de avond af. Oké. Okay. Ja, ter verduidelijking wil ik daar even op zeggen dat we inderdaad, er worden steeds nieuwe plannen gemaakt voor de toekomst en hoe het veiliger kan. Maar het wordt eigenlijk niet echt getoetst bij de mensen die er eigenlijk verstand van hebben. Of ja, eigenlijk zijn wij de ervaringsdeskundigen. En op het moment dat wij dus naar zo'n bijeenkomst gaan, dan zien wij een heel mooi plan. En wij zien ook dat het zou kunnen werken. Maar wat we ook zien, is dat er een heleboel dingen voorbij wordt gegaan. En dat die nog niet worden gezien. En als de basis niet gezien wordt, als de bewustwording er niet is van wat nog niet goed is, dan gaat het niet werken. En op het moment dat wij dat dan aangeven, want we zijn gevraagd om onze mening erover te geven, om mee te denken in ieder geval, en er wordt dan ook niks mee gedaan, dan denken wij echt van ja, dat is gewoon een verloren zaak. En dat is super zonde. En dan wil ik daar nu toch eindelijk deze avond beëindigen. Nog eventjes zeggen dat deze avond georganiseerd is in samenwerking met het productiehuis Alsassa, naar aanleiding van de film Miss dus, van Sophie Koker. En bijna applaus. En ik wil heel erg bedanken de turnsters die opnieuw hun verhaal hebben gedaan. Dat ze toch steeds weer opnieuw zeg maar, dat blijven doen. Om er ook voor te zorgen dat er uiteindelijk een betere turnwereld komt. Een hele fijne avond. En we kunnen nog aan de bar verder praten.